net sinds kort een nieuwe beta-lijn uit. Ik zal beginnen met de beta 98a. We hadden deze mic altijd al als condensatorkopje. Maar wat we nu hebben gedaan is dat de preamp in de behuizing zit. En het makkelijke daarvan is dat je niet meer allemaal losse preamps op het podium hebt liggen. Nou, waar gebruik je deze mic voor? Je kan hem perfect plaatsen op een tom of op een snare. Je kan hem precies rondzingen, zie je het? Je kan hem precies zo neerzetten zoals je wil. Daarnaast is het de condensatorkop. En wat dat voor zorgt is dat je geeft een veel naturelle klank aan je drumstel. Het is een kop van 279 euro, een microfoon van 279 euro. Dat is iets duurder dan de Beta 56A, maar je hebt echt een veel mooie klankkleur. Dus als je zegt, ik wil mijn mooie, dure drumstel echt beter uitversterken en beter laten klinken, dan is dit echt de perfecte microfoon. Hier de Beta 91A. Voorheen, iedereen kent altijd al de Beta 91. Ook het grote verschil is dat hier ook weer de preamp in de behuizing zit. En dat maakt het weer veel makkelijker, zeker omdat je deze in je kick van je drum legt. Dus die leg je op een filtje neer. En dan pakt hij, dit is een half kwartier diep microfoon, pakt alles van de bovenkant, neemt hij op. En omdat de preamp in de behuizing zit, is hij veel makkelijker te plaatsen. Een mooie tip voor deze mic is, als je deze in de drum legt en je zit een 52A ervoor, dan heb je eigenlijk een perfecte dikke klank voor je kick. Wat het is met deze microfoon, uniek van deze microfoon is dat hij een hoog geluidsdruklevel aan kan. Namelijk 151 dB. Dus je kan hem voor het eerst zo'n condensatorkop plaatsen voor een gitaarversterker. Je kan hem plaatsen onder je snare drum. En je kan hem bijvoorbeeld in een XI-opstelling kan je hem gebruiken voor het opnemen van een koor of dergelijke. En deze hele nieuwe beta-lijn is eigenlijk vanaf nu verkrijgbaar.